leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Ruud Cornelissen en vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over de Vibaro Fluid Sensor. Ik heb hier een Vibaro Fluid Sensor. Dit is een sensor waarmee je water kan detecteren. Het is een Z-Wave Plus variant, dus deze versterkt ook je netwerk. En deze sensor die werkt op batterij, maar je kan hem ook aansluiten op een 12 volt voeding. Met deze sensor kan je water detecteren. Je kan hem bij een vaatwasser zetten, een wasmachine. Of je kan hem natuurlijk zetten bij de hoofdwateraansluiting. Als er dan een lekkage komt, dan zal deze sensor een akoestisch signaal geven. Dus hij zal gaan piepen, net zoals een rookmelder. Maar hij geeft ook een lichtje, zodat je kan zien dat hij afgaat. Ik heb hem nog niet uitgepakt, dus laten we eens gaan kijken wat er allemaal in het doosje zit. Oké, we hebben hier de Vibaro Fluid Sensor en laten we hem eens gaan uitpakken. Als we het doosje openmaken, dan zien we hier in het midden meteen de Vibaro Fluid Sensor zitten. Deze haal ik eventjes uit. En dan zit er nog, even kijken, 3 handleidingen in. Oké, we hebben hier de Vibaro Fluid Sensor en hier op de achterkant zien we 3 gouden puntjes zitten. Dat zijn de contactpunten. Daarmee staat hij op de grond en mochten de 2 van die punten contact met elkaar maken door het water, dan zal hij een signaal gaan geven. Het signaal komt hier uit het midden, dat is een klein gaatje en daar komt dus het geluid uit. Laten we de sensor eventjes open gaan maken. Hier aan de binnenkant zien we in het midden de batterij zitten. En hieronder zien we 2 aansluitklemmetjes. En tussen het aansluitklemmetje zit het ledje. En hier aan de zijkant zit nog een knopje. Volgens mij om hem te kunnen toevoegen en dat soort dingetjes te doen. Op het eerste aansluitklemmetje kan je een externe sensor aansluiten of een temp contact, en dat is een normally closed contact. En op het tweede aansluitklemmetje, daar heb je nog een contact om een alarmsysteem aan te sluiten, ook een normally closed contact. En hier aan de buitenkant zien we nog 2 klemmen om een 12 volt adapter aan te sluiten. Zo kan je hem dus een vaste voeding geven. Ja, dit is dus eigenlijk de sensor. Je ziet hier nog 2 gaatjes in het midden. Dan kan je hem ophangen aan de wand. En dan kan je dus een externe sensor aansluiten. Als je dat gedaan hebt, dan kan je bijvoorbeeld een kruipruimte detecteren of in de gaten houden. En dan kan je de Vibaro Fluid Sensor boven de grond houden, in de groepenkast bijvoorbeeld. En dan kan je dus een externe sensor in de kruipruimte leggen, zodat je deze in de gaten kan houden. Dan blijft het signaal van de Z-Wave goed. En je hoort natuurlijk ook het signaal wel beter als deze afgaat. Laten we de sensor eens gaan toevoegen aan Homey. Ik zit hier naast Homey en we gaan de sensor toevoegen aan Homey. Voordat we daarmee beginnen, gaan we hem eerst eventjes terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Bij Z-Wave en Zigbee apparaten kun je het beste beginnen met eerst eventjes hem te resetten naar fabrieksinstellingen. Mocht hij dan een keer in de fabriek zijn gekoppeld aan een systeem om hem te testen, dan wordt het heel lastig om hem te koppelen, want Z-Wave apparaten kunnen meestal maar met 1 ding tegelijk gekoppeld zijn. Hoe gaan we deze sensor resetten naar fabrieksinstellingen? Dit doe je door eventjes het plasticje eruit te trekken. En dan hou je meteen het knopje in. Dan zie je hier dat het lampje gaat branden. En als die geel is, dan laat je hem los en dan druk je nog 1 keer het knopje in. Nu is die geel, laat ik los. En je zag hem eventjes opknippen en weer uitgaan. Nu is die gereset naar fabrieksinstellingen.
gaan we nu koppelen aan Homey. Dus gaan we eventjes in de app kijken. En nu ga je naar het apparatentabblad en dan ga je naar het plusje. Daar zoek je die Vibaro app, en die staat hier boven in de hoek. En dan ga je de vloedsensor opzoeken. In Homey heet die overstromingssensor en dan staat er Z-Wave, die moet je hebben. Het is voor de Z-Wave Plus versie. Dan tik je op installeren. Nu moet ik 3 maal op de sensor tikken. 1, 2, 3. En zoals je ziet wordt het apparaat nu toegevoegd. Het is belangrijk bij Z-Wave apparaten en ook bij Zigbee apparaten dat je hem dicht bij Homey houdt. Maximaal 10 centimeter. Ik hou hem altijd het liefst naast Homey. En nu is die toegevoegd aan Homey. Nu zie je hem hier tussen de apparaten staan. Hou hem even ingedrukt en dan zie je ook een sabotagealarm. Dat houdt in dus dat als die gaat bewegen, dan gaat hij ook alarm geven. Dus als die opgepakt wordt, dan gaat die alarm geven. We zien ook de temperatuursensor en we hebben nog een wateralarm. Gaan we even opzij kijken. De batterij is voor 92% vol. En je krijgt nog een tijdlijn. Kijk nog eventjes bij instellingen. Nou, je kan je een naam geven en een zone. En hier heb je nog wat geavanceerdere functies. Dat kan je allemaal aan eigen wens instellen. Wil ik ook eventjes gaan kijken naar de flow opties. Dus ik ga een nieuwe flow aanmaken. En dan gaan we eens eventjes kijken. Even kijken waar hier zo staat hij. In de als-kolom hebben we de opties om als het accu-niveau is veranderd, als het sabotagealarm aangaat of uitgaat, de temperatuur veranderd is, of het wateralarm gaat aan of uit. Gaan we eventjes naar de en-kolom kijken. Daar heb je alleen het sabotagealarm is aan of het wateralarm is aan. En dan gaan we ook nog eventjes bij de dan-kolom kijken. En daar hebben we geen opties. Dus je kan alleen hem als trigger en als voorwaarde neerzetten. Nu kan je dus flows gaan maken om bijvoorbeeld verlichting te laten uitschakelen of een melding te krijgen als het wateralarm afgaat. Mocht er een lekkage zijn, dan kan je dus netjes een melding krijgen, zodat je op tijd de kraan dicht kan draaien. Vond je dit nou een leuke video? Doe even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan ook eventjes. En vergeet dan niet meteen het belletje aan te klikken. Dan krijg je elke keer een melding als ik weer een nieuwe video plaats. En wil ik je hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video.